Aandacht! De methodologie die gebruikt werd om het eindresultaat te bepalen van de wedstrijd in de volgende reportage is allesbehalve mathematisch correct en complete nonsens te noemen. Wij staan niet in voor eventuele conclusies die hieruit getrokken kunnen worden door een ieder die zichzelf aan het blootstellen aan deze reportage. Haatmails kan u sturen naar info@ridecity.nl en zullen met plezier gelezen worden. Mannelijke eekhoorns hebben een gigantische balzak in vergelijking met hun gestalte. We zijn ons terdege bewust dat deze voorlezing absurdelijk lang is en eigenlijk weinig ter zake doet. Op 17 september vonden wij dit artikel in het nieuwsblad. Het ging over roekeloze pizzacouriers. Roekeloze pizzacouriers. Oké. Okay. Roekeloze pizzacouriers. Op straat. Heel gevaarlijk. Onderweg naar u thuis. Met een pizza die hopelijk nog warm is. Serieus, daar heeft vorige week de politie extra controles opgevoerd omdat die mannen vonden dat dat nodig was. Want die mannen, wojo. Hoe zou het zelf zijn, man? Een beetje cruisen met de motto. Ja, maar snel zijn. Maar een warme pizza mag niet ten koste gaan van een mensenleven, denken wij dan. Oh, wat lekker, man. We moeten dit serieus kunnen doen. Wij zijn van Riot City en natuurlijk gaan we daar geweldig op inspelen. Ik dacht al een wedstrijd. Goed idee. We zijn eigenlijk drie gasten. Je hebt hier genoeg pizzeria's. We gaan die gewoon opbellen, denk ik. Dit is het concept, hè. De traagste, dat is de winnaar. Want die gast heeft zijn eigen aan de regels gehouden. En die krijgt gewoon een vette fooi. De snelste... krijgt een diepvriespizza. Die krijgt een fucking diepvriespizza. Oké, okay, goed. Alright, man. Let's do it. Enrique. Op deze kaart zien jullie Mechelen. En de daarbij horende pizzeria's in aangeduid. We hebben Pizza Hut, Pizza Roma en King's Life. Wij zelf zijn Groenstip. Zoals u kan zien hebben wij al enige potentiële routes voor de couriers uitgestippeld, al is dit louter optioneel. Het is duidelijk. De eerste is de loser, de tweede zullen we ons toch niet meer herinneren en de derde gaat naar huis met een fooi van 8 euro. Tijd om te beslissen welke pizza deliveries we gaan nemen hier in Mechelen. En daarvoor hebben we die alle drie van een lotje voorzien en in dit potje gestoken. Dus Jasper... Alright. Ik heb... fucking Pizza Hut. Ik heb de duurste. Godverdomme. Ik heb Pizza Roma. En terecht grootverdiener. King Slice Pizza Mechelen. Oké, okay, let's do this. Jim, lukt het? Nee, jongen. Ik weet echt niet wat kiezen. Ik wou eigenlijk Pizza Hut, want daar hebben ze een barbecue chicken, hetgeen dat ik echt wil. In degene dat jij hebt, de Roma, hebben ze ook een barbecue chicken. Maar de fucking King Slice Pizza heeft geen barbecue chicken. Yo, King Slice Pizza, wat is al een fucking probleem? Wanneer gaat dan eerst een barbecue chicken op je menu komen? Hé? Hé? Ah. Chill. Ja, maar nee, ik kan dat gewoon niet meer aan, ik zweer het. Nee, echt. Je hebt tenminste geen pizza uit, maat. Je hebt tenminste geen pizza uit. Een pizzeria zonder barbecue chicken. Serieus, wat is dat voor grap? Even iets hard. Oh, dat is... What doesn't kill you makes you stronger. Ik moet keihard plassen, ik ben aan het toilet en we gaan nu bellen. Oké? Okay? Zijn klein? 3, 2, 1, go! Stilte. Oh my god, ik ben zo hard naar het toilet. Ja, goedenavond. Ik zou graag een pizza bestellen. Ga niet over! Dat ben ik het vergeten, dat was ik met een spicy Mexican. Hè? Allee, dat was een spicy Mexican pizza. Barbecue chicken pizza willen hebben. Voilà, die. Ja, zo eentje, Prins. Om te leveren alsjeblieft. Allee! Dan mag je geleverd worden in onze lieve vrouwenstraat 82. Goedenavond. Mag ik een kleine pizza Hawaii bestellen voor de onze lieve vrouwenstraat nummer 82 alsjeblieft? Nee, inderdaad. Ja, ik ben Jim. Jasper. Kleine Hawaii, ja. J-I-M. Jasper. Onze lieve vrouwstraat nummer 82. Onze lieve vrouw. Nummer 2, ja, super. Merci, hè. Aha. Benjamin Face. Ja. Ja. Dat is een huis. Benjamin. Komt goed. Mijn bestelling is al eerst binnen, dus komt goed. Ik heb alle vertrouwen in King Slice Pizza. Excuse me. Dat is een lekkere pizza. Ik hoop dat die stil zijn met je pizza. Excuseer? Ja, oké. Okay. Ja, dat was alles.
Yo, yo. Barbecue chicken alsjeblieft. Ik ga van plassen. Bam. Ja, dat is goed. Inderdaad. In mortel. Oké, dat is goed. Laag. Hey, die moest je weten of je al getrouwd bent. Volgens mij heeft die gastjes tegen mij gezegd, binnen 3 kwartier komt hij in je richting uit. Binnen 3 kwartier? De laatsten zullen de eersten zijn, en dat had hij goed begrepen. Lachen zat er dan weer niet in. Proficiat en niet proficiat, u bent eigenlijk verloren in een wedstrijd. We doen een wedstrijd eigenlijk over de meest roekeloze pizza-couriers in Mechelen. Ja. En u bent eigenlijk verloren, en daarom krijgt u een diepvriespizza. Nee, merci. Dat ik aannemen. Wat ga je daarmee doen? Aannemen. Hoeveel ben ik geschat? 99. Je wordt wel betaald, hè. Misschien een beetje braver zijn in het verkeer. Dat was misschien een verstandig idee geweest, want u was hier de snelste. Oké. Ik moet hem nemen. Zeg maar. Nee. Die is niet gesneden. Ja, niet moeilijk als ze zo snel zijn als ze hem niet snijden. Maar ik ken hem mooi. Ja, die is niet gesneden. Een camera. Proficiat Pizza Hut, een nutteloze tweede plaats. U wint hiervoor niks. Op naar de winnaar. Ja, je mag naar binnen gaan. Goedenavond allemaal. Ja! Voor deze pizza. Dit is voor mij, man. Vanaf de 10 euro 90. Perfect, dat komt allemaal in orde. Maar allereerst, proficiat. Jij bent gewonnen, je was de traagste. Maar dat moet dan ook zeggen dat hem de meest verantwoordelijke pizza-courier van weg was. De voorzichtigste. En van? 3, 2, 1. King Slice Pizza, hè? King Slice Pizza. Beste pizza. De beste pizza. Dus voor u heb ik de eerste. Dan ga ik de pizza betalen. De tweede hebben wij een heel mooie fooi bij elkaar gelegd als overwinnaarsprijs. Dat apprecieer ik heel erg. Dank u vrienden nogmaals. En ik vind dat alleszins een hele goede actie. Chapeau van hen dat je dat hebt. Maar ik vind dat ook eigenlijk een beetje onnozel wat ze er aan doen. Elke dag tegenhouden. We doen uiteindelijk ook onze job, hè. Ja. Zeker. Wat vinden u zelf eigenlijk van die politiecontroles dat er vorige week zijn gehouden? Nutteloos. Heb je zelf in contact mee geweest? Ja, ik heb zelfs een boete. Ja, een boete, goed. Ja, maar dat. En een boete voor wat dan? Ja, voor zo'n gezicht roekeloos rijden. Ja. Wel wat duidelijk. Ja, ik was eigenlijk niet eens roekeloos aan het rijden. Eigenlijk moet ik dat geld dan terugpakken nu? Of, Nee, ik was toen ook als laatste. Oké. En een goede tips van andere pizza-couriers dat zijn? Want, kom, we moeten eerlijk zijn, ze zijn niet altijd allemaal even veilig. Ja, zeker. Maar gewoon de wetten volgen, de regels naleven en heel voorzichtig zijn in het verkeer, want het kan soms verkeerd aflopen. Want we onthouden allemaal, een warme pizza is geen mensenleven waard. Dat is zeker. Ja. En dat is geleverd door een hele roekeloze chauffeur. Hè? Ja. Je hebt dat gezien, niet vriendelijk, geen veiligheidsvest aan. Die brommer die viel gewoon helemaal uiteen. Ja, dat was pizza Roma. Hè? Nee. Die van u? Die van mij was oké. Pizza is ook heel lekker. De kerel was een beetje timide, die zei van, liever niet. Maar hij vond het goed dat we aan toe waren. Het is de bedoeling dat we erop letten dat de veiligheid is voor de mensen en de drivers. En dat je een goede pizza krijgt.
We zijn niet allemaal tv-sterren. In elk geval, de mijne heeft gewonnen. Je zag dat. Fluo vestje aan. Echt een goeie onderhouden brommer. Kerel die wist van aanpakken. Ik ga nu gewoon genieten van mijn zalige pizza. Ik ook, mannen. En hopelijk kunnen we er allemaal lessen uit trekken. Ja, ja. Santé. School. Voilà. Ja,